Beginnen we mee, toch? Hoeft niet per se. Jawel. Jawel. Ja. Nou jongens, ik eenmaal aangevraagd is, dan moet je er ook bij blijven, Fren. Varken! Voor jou! Ketor! Is dat Ketor? Ja, maar het is dus nog blijkbaar nat. Oh, dank je wel. Dan mag je. Oh, even op de foto met de surprise. Ja, nu mag je lezen. Oh, wacht. Oh, god. Is nog nat? Nou ja, mijn duim is nu roze, dus ja. Is het een neusje? Oké. Oh. Moet ik staan? Ja, dat is wel leuk. Ja, dat vind ik heel leuk. Ook leuk. Zitten. Op de tafel. Oké. Lieve Frenny. Komma. Heel af en toe denkt de Sint, ik weet niet. Want vandaag is het een feestdag, maar morgen vertrekt Katie. Toch ontving de Sint een speciaal bedankje. Katie is je dankbaar voor je helpende handje. Altijd was je er voor Katie, met eten en aandacht. Ze gaat naar een nieuw huis, maar weet dat ze daar op een knuffel van jou wacht. Behalve de waardering is het fijn om iets tastbaars te krijgen. Daarom krijg je dit snoetje als aandenken. Je verrassing ligt voor de silo. Maak hem snel open en zorg dat het niet weg kan lopen. Lies, en heel veel succes. Sint en Rap Piet. Oh god, ik denk dat ik weet wat het is. Rap Piet. Oké. Okay. Ik denk dat er misschien een rapper in een roze pakkie rondloopt. Oh. Ja, Ketor! Oh, mooi! Dan ga ik ook nog liedjes zingen. Ja, oh, wat leuk! Ik heb mijn eigen Ketor. Iets verspoediger. Dat vond ik echt heel leuk, Jess. Maar ik dacht, ik zag het een beetje aankomen net. Ja, nou, dankjewel. Ja, met Katie 2. Nee, maar ik dacht een beetje aankomen. Met Katie 2. Oh, yes, ik weet het. Jij schat vanavond. Als dit... Oh, daarom had je die doos nodig. Oké. Okay. Aan. Nou, ik moet het weer even verwerken. Ja, geef me een paar minuutjes. Dan ben ik er wel weer. Oh, dit was helemaal niks om zenuwachtig voor te zijn. Echt heel leuk. Dacht je dat strippiet was? Nee. Ja. Oh, leuk. Dan mag jij de volgende pakken. Moet ik de volgende pakken? Ja. Wil je naast de wereld zitten? Nee, het is oké. Voorzijde. Dan moet ik zeker kijken wat erop staat. Oh, Gerrit! Oh, dat weet ik ook. Okay. Voorzichtig afhalen. Maar dit is de voorzijde. Dus wat was de voorzijde? Je moet eerst een gedicht lezen. Ja, ik moet even bijkomen. Ik heb 5 minuten lang op. Nou, gewoon even. Foto met surprise. Ja, dan was je zo lang. Oh, foto lachen. Ik was echt heel blij. Ik was even met Katie 2 op de foto. Deze vond je het met mijn neusjes? Ja, nee. Heel lief. Bij mijn bed hangen. Lieve Gerrit. Gerrit woonde toch in Utopia, de prachtige plaats in het beloofde land. Alle Pietjes waanden zich hier dan ook in Lui-Lekkerland. Voor Sint is iemand van 24 nog een jong blaadje. En kijk toch eens naar jezelf. Je bent toch ook een plaatje? Charmeur ben je. Je bent voor de Sint ook een topper. Ik hoorde in huis ook weinig gemopper. Je vindt het gezellig met je vrienden om je heen. Dat houdt je op de been. Vrouwen, een hobby voor jou helemaal top. Je klaart er ook helemaal voor op. Goed. Dicht, Piet. Sint had maar één vraag. Wie ziet Gerrit maar al te graag? Frenny is het antwoord, zei Piet. Want die is bij Gerrit maar al te graag. Liefst Sint en Piet. Oh. Maar ik ben hier. Oogbal. Voorzichtig eraf halen. Nou. Oh. Oh, wauw, mooi. Mickey. Voorzichtig, Gerrit. Ja, ik kan dat nooit. Dat moet je, dat moet, hey, dat zijn verzendzakken. Oh. Nou. Ja, voorzichtig. Ja, ik...
Kijk, dit is een echte surprise. Oh, niet op zijn kop. En de voorzijde, voorzijde, voorzijde. Oh, voorzijde. Hoe heet je dat? Oh, jee, anders hadden we door de bar. Hallo? Ja, het is allemaal een beetje plat. Ja. Ah, maar het is wel leuk. Oh, God. Ook een kijkdoos. De kijkdoos van Mariska. Ik zie aan de rechterkant mijn bedje. Van de Mongoolse tent. En aan de linkerkant... Frenny bij het bed van Hiske. Dat vind ik verdacht. Even kijken. Hé, hey, nog meer Frenny's. Hé, hey, het is er niet één. Het is er niet twee. Drie. Dat is wel leuk. Mag zien. En dan ben ik ook wel benieuwd. Nou, ja. Kijk, vallen niet hoor. Allemaal kijken. Adriaan! Die vallen later hoor. Ja, en wat is dan precies dat groene balletje in het midden? Dat is de Mongoolse lamp. Oh, dat is de lamp. Jezus. Wat voor vorm? Ja, oké, hij is leuk. Hij is leuk. Goed, ja. Echt? Lijkt me voor jou. Oh, wow. Door het raampje van mijn poster mag je kijken. Ja. Oh, dat was heleboel de post die de tijd in de kast stond. Ja. Die moest drogen. Oh, er is ook één iemand omgeknakt. Blauw in de tent. Daar is allemaal van gevallen. Ah, ja, daar kunnen we zien ook aan de achterkant. Ik ben blij dat ik niet ook een kijkdoos heb gemaakt. Het originele plan. Ja, moet ik kijken? Maar ik weet niet of de plaatjes allemaal nog rechtop staan. Nee. Oh, jammer. Nee. Het hele middels gebeuren is allemaal... Jammer. Jammer. 1, 2, 3, 4... Dat is wel een keer Friend. Dat is wel een keer Friend. 9, 10. Ik ben heel benieuwd hoe dit eruit ziet. 12, 13, 14. Vrouw in de tent, hè? Ja, een hele hoop. Zo, dat is echt heel veel. Hé, hey, Hiske in ondergoed. Wat? Hiske ondergoed of Hiske in ondergoed? Wie? Hiske in ondergoed. Huh? Ja. Ja, dankjewel, Sinterklaas. Leuk, hè? Wat is dit nou weer dan? Maar ook echt door het luikje van de Mongoolse tent. Hé, die lamp is echt heel leuk. Te koop. Oh, wacht. Oh, schoenen. Leukje, waar zei je nou leukje? Nou, kijk eens even voor hier. Je. Kijk hier. Wat, Vlad? Echt? Ja. Oh, joh, wat leuk. Oh, dat vind ik ook wel grappig. We kijken er gewoon maar doorheen. Hé, hey, ik sta bij eens. Welke foto is dat dan? Oh, met poes? Ja, aantal. Ja. Oh. SD-kaart heb ik helemaal leeggetrokken. Is dit dan een nagel? En een blaadje. Oh, leuk! Ja, leuk. Dankjewel, Sinterklaas. Oh, dan mag ik een cadeautje pakken natuurlijk. Allemaal Flanny. Oh, god, toch. Ja. Grappig. Alleen maar Flanny's. Ja, schattig. Ah! Alsjeblieft. Zo, dat is een grote doos. Is gek geschreven. Nog een keer. Wat is mijn vils? Er is allemaal kriebels. Kriebels. Nou, ik denk met de verkeerde hand geschreven dat je het handschrift super kriebelig. Hoe zeg je dat tegen mij? Omdat jij kriebelpiet bent. Frummel. Dat is wel grappig, want als ik jou het andere briefje had gegeven, dan had ik mezelf gehad. Oh, ja. Yeah. Beste Milene, de Sint heeft gezien dat jij heel braaf bent geweest dit jaar. Zelf zijn uiteindelijk ook al jouw utopiaanse doelen behaald en klaar.
Een fysiciecursus hier, een mooie schilderij daar. De Sint en zijn Pieten zijn enorm trots op jou. Echt waar. Oh, lief. Ook heeft de Sint vernomen dat jij al jouw fysiciespulletjes op de post al hebt gedaan. Een van de Pieten heeft de gevulde doos zelfs bij de post zien staan. Wees niet getreurd, lieve Milene. Er zijn nieuwe make-up spulletjes onderweg. Dit verdien jij zeker na alle nominatiepech. Lieve Milene, open nu gauw je surprise maar. En hopelijk kun je nog weken genieten van dit mooie gebaar. Veel lief, Sint en zijn Pieten. Is een goede Rijnpiet geweest dit. Dus kijk je naar mij? Nee. Hé, hey, dat is een doos van de Ur. Alles zit in de Ur-doos. Ik weet nog eens een keer met surprise op de grond. Van nee hoor. Ook op de kast. Gewoon in de doos van Gerrit. Beeldscherm had hij alleen zwarte spullen. Echt? Dat moet ik zeggen, laat hij maar staan op school. Mooi. Hou er niet in gaan. Dit is echt leuk! Oh. Ja, dit is snoep. Je moet hem alleen even rechtop tillen. Ja. Ja, anders past hij niet in de doos. Oh. Mooi. Mooi. Ik had mijn doos even opzij doen. Oh. Snoepjes. Ja, heel veel snoepjes. Oh. Kijk dan. Een make-up tafel. Hey, je moet wel de kast opzetten, hè? Oh, sorry. Het is maar een idee, ik bemoei me niet. Bemoei me niet. Dankjewel, knutselpiet. Moet je maar eens de achterkant kijken. Knutselpiet. Achterkant? Mooi. Dit is echt heel leuk. Oh, die vind ik echt heel tof. Hoor er zit heel veel snoep aan de onderkant. Ja, ik zag het. Denk ik. Je bent echt hoog sensitief. Ja. Dat voel je gewoon. Ik voelde ook al dat Jess mij had. Ja, dat zei ik toch? Ja, je hebt het wel al gezegd, ja. Hey. Ja, een bekende tas. Nou, dit is echt een... Hakkenrace. Hakkentoon. Even poseren met je... Oh, ja. Ja. Ah, daar houd ik me dus kaksen van. Hè. Mooi. Ja, leuk. Ik zit te kijken naar die foto, man. Die is er gewoon opgeplakt. Oh, ja. Even staan maar eens. Nee, even staan. Het is een hele grote brief. Ik denk een menukaart. Hè? Hij wil een menukaart. Ja, een menukaart. Nou, ze rolt hem erop. Ze ja, even anders gaat niet. Deze prijs heeft gemaakt, die moet ze diep schamen. Mariska is van adel en eigenwijs. En gaat graag naar Turkije op reis. Ah. Een all-inclusive vakantie is daar een gewoonte geworden. Van crazy darts tot een extra strandbed. Het bed zit de klas wel heel goed, hè? Ja. Mariska wil is daar zeker wet. Van flessen wijn tot een Turkse zuipfestijn. Haarlem is de stad van haar dromen. Mariska, nu zonder waslijst aan eisen... zal er met de mannen na Utopia in Haarlem wel uitkomen. Ja? Woe. Haar passie voor keukens en voetbal, daar pocht ze zeker mee. Ajax is haar club Holladier. Sinterklaas kent me wel goed. Vroeger was ze... Oh ja. Oh, dit is echt erg. Vroeger was ze gabber en had ze nog net geen kale kop. Haar weggeschoren aan de zijkant heb ik gehad. Ja hoor. Ja hoor, ja hoor. Nu zet ze haar danspaal elk Hollands café in Haarlem op zijn kop. Een gevoelig puntje kan een foto van haarzelf zijn. Maar sinds haar nieuwe gebit en het bezoek van Robin... heeft ze geen schaamte, zeker niet meer in haar bezit. Ze metsgraat haar outfit met haar portemonnee en haar tas. Niet in Utopia, buiten wel. Zodat ze lekker goed bij elkaar past. Carrièrevrouw van het jaar, dat is iets wat ze nog graag zou willen worden. Zo nu nog je champagne als doelgerichte vrouw. Vandaar dit starterspakket
Nu, beste Mariska, ben jij aan zet. De Sint. Nou, Sinterklaas kent me wel goed. Ja, hij komt uit Turkije, hè? Ja. Sinterklaas heeft wel veel werk van gemaakt. Oh, de Edison heb ik gewonnen, jongens. Ik denk dat je even naar binnen moet kijken. Wat staat erop? Ja, dat kan niet. Nee, dan moet je even naar binnen. Oh, dan maar naar binnen. Oh, er zit nog een brief in. Twaalf dingen die elke carrièrevrouw zeker zou moeten doen. Oh, handige tips. Ik ga ze niet allemaal voorlezen, want het zijn er een hele hoop. Nou. Oh. Nou. Ja, jongens, dit is hem. De Edison. Wauw. Hij staat achterop, zat hij nog groter. Hij groter, hè? Maar hij is heel vaag. Maar zit die... zit die beker erin? Het is niet te doen met die sublimatieprinter. Nee. Er niet mooi op. Nee. Ja. Hij is fantastisch. Ik ga hem dragen hier. Met slaap. Oh, nog één. Nou. Is het een broek? Oh, deze is iets duidelijker. Ja, deze is duidelijker. Wat staat erop dan? Zit die beker er niet in? Mariska zou graag een beetje Rihanna Let's Schoort willen zijn. Ah, goed ingelezen. En nog één? Ah, oh, fantastisch. Oh, superleuk, Sinterklaas. Ga te gebruiken. Tas matcht. Met roze. Nou, ik zou zeggen, trek hem gelijk aan. Ja. 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 Over mijn jurk. Doe we straks. Ja, waarom niet? Voor het slapen gaan. Ja. Gaan we weet je wie zij is? Ja. Oké. Okay. Ik niet. Waar is ze bekend van dan? Zij is... Carrièrevrouw. Waarmee? Behalve de carrière? Oh, nee, van het jaar. Ja, maar wat heeft ze gedaan? Die wordt één keer in de zoveel tijd wordt er altijd iemand uitgeroepen, zeg. Ja, dat weet elk ze. Jaar. Maar wat doet ze dan? Dat weet ik niet, maar ik ken haar naam wel. Doet ze? Zij is hoofd van de Universiteit van Maastricht. Mooi. Mooi. Ja. Nou, volgende. Voorzichtig niet meer schudden, alsjeblieft. Oh, god toch. Thank you. Recht houden, alsjeblieft. Nou, oh, zijn bok met heel veel eisen. Ja. Ja. Michael ziek lang. Grappig. Ja, erg leuk. Ja, heel gaaf gedaan. Ja, Michael ziet er echt bovenuit komen. Heel tof. Nou, Joa was niet zo lang, jongens. Oh, er zit een briefje in. Ja. Nou, die mogen we normaal gesproken niet... Nou, goed. Goed. Beste Brendan, Knutselpiet zat te denken wat ze dit jaar aan Brendan zou schenken. Ze is niet zo goed in rijmen en hoopt dat je dat zal begrijpen. Aan deze mooie plek komt binnenkort een einde, maar met dit cadeau verdwijnt het nooit van je zijde. Zoveel herinneringen en vrienden gemaakt, patatbakken op de markt, bouwen van huisjes, de gym, het sanitair, je eerste niet-date, wat je gelukkig niet speet. Knutselpiet's rijmwoorden zijn een beetje op, hopelijk is het geen flop. Kijk nu maar gauw wat je hebt gekregen. Veel plezier mee. Joejoe, groeten Sint en Piet. Ah. Oeh, nog een kijkdoos. Ja, nog een kijkdoos. Oeh, nog veel meer mensen. Ja, wat gaaf, hè? Wie zit er binnen dan, Bren? Aceton? Dat is wat ik ruik. Lijm. Ah. De gym staat er. Oh, wat gaaf, hè? Ja, dat is echt leuk, hè? Jordi, oh, heeft zo'n foto. Dylan en Kaylee bij de tattoo shop. Erik bij de markt. Oh, leuk kraampje. En ik sta er zelf ook. En de silo. En Mileen. Ah, tof, hè? Nou, er wordt geschoten buiten. Nice. Utopia. Wow,
jou links onder niet gekeken. Ja, de vijver. Heel vet. De gym ook. In Rabat. Heel goed, heel goed. En Erik. Wat gaaf, hé. Heel tof. Oh, mooi. En ik dacht, ik mis een paar mensen op de zijkant. Ik denk, daar zijn ze. Zo, het ruikt wel heel erg naar lijm hier binnen. Als je nog geen verslaving had? Dan heb je die niet. Je kent de doos ook allemaal zo goed, hè? Ja, hij is heel vet geworden. Heel cool. Het is een hele grote hoofd van Jordi. Ja. Heel cool. Ja, heb je al gekeken? Ja. Ja, ik had ook al stiekem even gekeken. Ja. Natuurlijk, iedereen heeft toch gekeken. Ja. Ik niet. Oh, nee, dat was de bedoeling. Ja. Oh ja, dat is wel lekker. Ja, kijk. Hey Jordi, ben je hier dus? Oh, dacht dan, waar ben jij? En Erik. Hij moet nog uit de doos komen. Zoek jij je goed in voor een groot maatschappelijk probleem. Met WRTW zorg je dat het goed wordt belicht en schopt slechte mensen tegen het zere been.
Je zit in de finale van het televisieprogramma. Zet hem op, laat zien wat je kan. Ga voor succes en geen drama. Maak er nog een gezellige tijd van en geniet van je laatste maand, weken of dagen. Dan is er niets meer wat je tegenhoudt en zal je succesvol slagen. De koek is op, ik ben klaar met dit gedicht. Dit waren dan ook de laatste inhoudelijke zinnen van dit bericht. Groet Sinterklaas en zijn Pieterbazen. Oh, wat leuk. Maar moet ik dit openmaken? Is het van jou, Ger? Weet ik niet, maar ik denk dat dit het gewoon is. Dat dit het is, toch? Ja. Ja. Echt heel erg. Waarom vraag je dat dan? Ik dacht ook echt dat je hem open zou moeten gaan maken. Ja, ja, ik weet het niet. Maar ik, anders is het zonde. Nee, ik denk het is een panter. Ik denk dat dit een panter is. Dit is een panter. Dit is toch, ja, dit is toch gewoon een panter? Ja, ik vind hem echt lauw. Oké, nou Sinterklaas, heel erg bedankt. Ja, hij is echt heel leuk. Hou je klep. Oké. Oh. Ja. Yes, kan ik even daar gaan zitten, waar ik zat. Is het leuk dat ik dit aanhou? Ja, hè? Dat is echt leuk, hè? Ja, dat is fantastisch. Oeh. Nou. Maar wil je dan misschien de panter weer terugzetten? Oké, okay, moet ik nog meer dingen doen? Voordat ik denk ik mijn cadeautje aan mag gaan pakken. Nee, daarna moet je gaan zitten. Oké. Okay. Ik hoop dat het wel goed komt. Heb je een foto? Oh nee, ik heb er geen foto van. Ja. Ja. Ja, ga maar. Wat moet ik nu doen? Nou ja, ik zou het doek erop halen. Ja, ik ook, dat zou ik ook doen, denk ik. Voorzichtig. Oh. Nou. Bitcoin. Wat mooi. Ja, mooi hè? Ja, nou, dat had ik nou helemaal niet verwacht. Nee. Hij is ook echt heel goed gelukt. Is er geen gedichtje bij? Jawel. Oh. Tenminste, denk ik. Er zit in ieder geval een envelop bij. Met mijn naam erop. Oh, maar Bitcoin... Dat is de belastingdienst. Wat? Dat is de belastingdienst. Ja. Blauw. Oké, okay, nou, dat is een lekker begin. Moet ik ze allemaal voorlezen? Ja, het zijn er maar 6. Nou, ik ga wel staan als je het goed vindt. En ik zet deze er ook eventjes bij. Oh, jeetje! Ah, hij is ja, mooi. Dan kunnen jullie hem ook zien. Mooi, hè? En nat. Jullie allebei ook. Dat geeft niet. Had ik ook met die snoet van Kate. Oh, ja, die was ook nat. Ja. Ja, op tijd begonnen. Oh, wat leuk, joh. Lieve Jessie. De Sint vindt jou een boef en het verloop van je communicatie soms wat stroef. Toch bedoel je altijd het beste, maar vind je het ook leuk om af en toe te pesten. Toch denkt de Sint dat je, wanneer je jou eenmaal kent, niet anders kan dan van je houden. Je bent iemand waar je altijd op kunt bouwen. Met je woorden, soms o zo hard en confronterend, maar ook voor sommige anderen werkt dat juist motiverend. De Sint vindt dat jij trots moet zijn op wie je bent en wat je in Utopia hebt bereikt. Want heb jij eenmaal iets in je koppie, is niets wat jou daarvan afwijkt. Je zet je tanden erin en gaat ervoor. En daar is heel Utopia jou dankbaar voor. Lieve Jess, zet hem nog even op. En hup, omhoog met die kop. Oké. Okay. Ook even mijn Pieter wil nog iets schrijven aan jou. Ze zegt zelfs dat ze van je hou. Zelf snapt de Sint er ook geen pepernoot van. Maar hier komt haar stukje dan. Haar berichtje dan. Haar stukje. Oh. Haar stukje. Saboteerd. Lieve Jess. Ja, dit hoort helemaal niet bij Sinterklaas. Oh, maar dat wil ik ook eigenlijk niet voor. Nee, dan lees je het ook niet voor. Ik bedenk me dat nu ook. Ja, maar ik vind het wel heel lief. Ik ga hem straks lezen. Oké, okay, doe dat maar. Ga jullie trouwen? Ja. Ze gaan heel erg aan zoeken. Ja. Oh. Hij is echt of mooi is gelukt, een... hè? Die glitters, waar heb je die vandaan? Nou, dat zijn dus de glitters van de nagelstudio. Ah. Dankjewel.
Gaan we die tweede brief zo samen lezen? Ja. In bed, over precies een half uur. Oh ja, nu moet ik een cadeautje voor iemand anders pakken natuurlijk. We hebben nog eentje, toch? Wie wil er echt heel erg graag? We hebben alleen eens nog een keer. Oh, hebben we alleen eens nog? Ja. Is iedereen nog geweest? Ja. We hebben weinig mensen. Oké. Gevaarlijk, voorzichtig. Belin, even lachen met je surprise. Rood, dat matcht. Waar moet ik je mee? Dan kom je helemaal weer zitten meer. Ik ga weer terug naar mijn originele plek. Wat staat erop? Voorzichtig openen. En nog meer? Ik heb het er niet zo goed op. Zit waarschijnlijk. En gevaarlijke inhoud. Zeldzaam en gevaarlijke inhoud. Maar je moet hem openmaken. Dus. Ja, maar hoe? Hey. En waarmee? Met je vingers. Met je vingertjes, Hiska. Ja, maar dit kan bijna niet. Natuurlijk wel. Voorzichtig. Je kan alles. Hier is het beginnetje. Waar? Deze kant. Voorzichtig. Omdraai. Ja. Nou, en... Dit is een pamp. Nou, ik koop geen muis. Want dat afzetlint. Heel grappig als de muis is. Dit was de plakafzetlint. Hey. Yeah. Dat hebben we vorige keer ook kwijt. Plakafzetlint. Hé, hey, er zit een doos onder. Yeah. Ook gewoon een mes pakken. Ja? Maar er staat een beetje voorzichtig moet doen. Ja, hij doet wel zo. Voorzichtig doen, er staat erop. Nee, ze is niet zo voorzichtig. Explosie. Explosie gewoon. Ja. Nee, ik pak mes. Mes? Ja. Een kijkdoos. Nog een kijkdoos. Dank je. Oh, ik weet al hoe of wat. Ja, ik weet wat dan. Nee, dat zeg ik niet. Benny, zie je zo wel. Dankjewel, Jess. Oh. Voorzichtig. Voorzichtig? Ja, voorzichtig. Oh, voorzichtig. Oh. Als die muis eruit springt. Ja, dat heb ik wel een beetje... Is het Mickey? Nee, niet de Mickey. Oh, wat is dat? Oh, dat ging niet... Katiepoep. Nee. Dat is ook lachen geweest. Ook zeldzaam en gevaarlijk. Niemand heeft iets met vieze dingen gedaan. Nee. Nee. Maar, wat is dat dan? Oh. En dat stukje ook opmaken. Ja. Nou, eens voor de draad ermee. Doe je ook altijd zo langzaam met cadeautjes op je verjaardag? Ja. Dat is echt lang. Oh. Een haarelastiek. Moet ik dit eerst over? Een haarelastiek. Hoe was je gedicht? Wat is dat? Een sneeuwpop. Hallo, gedag. En eend. Dat vind ik echt leuk. Hallo. Paula? Die is leuk. Die is echt heel leuk. Kijk eens. Oh, die is echt leuk. En een staaltje zoals Hiske. Oh, ja! Echt? Hallo, Paula. Stond je daarom gisteravond op het strand? Ging je kijken hoe een eend eruit zag? Nee, ik wist dus niet waar Paula naar dat pandje had. Ria. Oh ja, vroeg je nog. En dan ga je nog alles allemaal naar de eentje zitten. Maar gaan we eens vragen, jongens. Maar welke pad heeft Paula dat ding? Ja, geen idee. Oh. Je hebt het al geprobeerd, maar dat lukte niet helemaal, hè? Nee. Met het magazine. Die wel. Ja. Ja, jullie wisten het ook niet. Wat grappig. We dachten dat je gek aan het wordt. Fijn. De Sint zat te denken wat hij Hiske zou schenken. Een trofee, een kaassoufflé. Wat een cliché, dat is passé. Hij ging bij zichzelf te raden. Een mooie, lieve en intelligente vrouw. Hij moest het zelfs van zijn... Aan zijn pieten vragen. Wat geef je die nou? Sorry. Toen vroeg hij het
vroeg hij aan het aan, toen vroeg hij het aan eentje Ria. Die wist het wel, hiep-hiep, hoera. waarom de eend naar mama is vernoemd, dat is voor de Sint maar een vraag. Een verhaal die hij maar al te graag een keer hoort. Maar vandaag is de Sint heel druk. Dus hoort hij het maar al te graag volgend jaar. Bij mama Ria buiten de poort. Kusjes de Sint. Oh, wat grappig. Ja. Hij is echt leuk. Ja, hij is heel erg leuk. Ik wou ook heel graag een eend. Er ook een eend bij op de... Ja, een pizza eend. Hij is echt heel leuk. Heel erg leuk. Kan ik toch eentje meenemen? Ja. Ga maar eens Photoshop op die kleine computer. Verschrikkelijk is dat er. Hé, enkelbandje. Echt, heeft hij ook een enkelbandje? Ja, dit is Rikwit. Ja, ik moest zoeken. Die sjaal ook. Hij is fantastisch. Hij is heel erg leuk. Nou, Sinterklaas, dankjewel. Nou, ik vind ja, het heel leuk. Erg leuk. Ik vind zo zijn best in. Ja, ik ja. ook. Leuk, jongens. Echt heel erg leuk. Pop, pop. Ja! Ja! Hij is wel heel dan gaat ze, staat hij vanavond op nachtkastje. Heel erg leuk. Merel, schrijf ook maar even 4 euro af van mijn zak geld, want er zit wel een zo'n kratje in. Een wat? Zo'n kratje. Ja, hij moest toch een beetje verzwaard. Ja, anders moet hij is wel leuk hoor, Ger. Echt, echt heel leuk. Ding. Daarom waren we net aan het lachen, want ik zeg: strak pak ze uit. Wat zit er in een kratje? Ja, ik dacht: moet ik het uitpakken? Daarom zit nu weet je hem dus, maar daar hadden wij buiten even lol. Ik heb ruzie met dat doen we ook. Maar hij is wel heel kwetsbaar, vooral die snavel. Nee, maar daarom hadden we.